Zo, goeiedag. Welkom weer in een nieuwe aflevering van Nick en Al Gaming. We hebben gerust in Göteborg. We waren op weg naar Zuid-Italië. We hebben een Zweedse smudge buurde trailer drachten. En we hebben de Volvo aangepast. We hebben nu letters op de banden. Ingekleurd. Met wit. Michelin's. En we hebben nu een 540 pk. Met een zilveren grill. Ook wel mooi bijpas. We hebben nog maar twee lampen erin zitten. In het rek. Pak ervoor aanzetten. En we hebben nou twee lampen bovenop. En we hebben de zwaarlampen ballen. Dat was verkeerd, dus doe ik het op zoek naar. Toeten zitten er nog op. Ik denk dat ik zo iets meer licht heb. Maar ik vond het wel mooi om dan twee op de koeien vangen en twee bovenop de takken te zetten. Nou, dat zijn de aanpassingen. Dan heb ik van binnen heb ik er een telefoon bij en de zonnebril zijn opgeschoven. En de mok. En we gaan onderweg. Onderweg naar Italië. Dat hebben we er eigenlijk in zitten, ook alweer 17 ton uien. Maar hij trekt best een vlot weg. Ik weet niet hoe de uien verpakt zitten. Vanuit mijn eigen werk weet ik dat of zitten ze op een pallet. Dat ze dan in van die zakken zitten. En dan ingepakt. En dan allemaal van die zakken opgestapeld en dan ingewikkeld. Of in een big bag. Maar beide van die pallets wegen gewoon 1100 kilo per stuk. Dus al 17 ton. Zou 16 pallets zijn. Maar dat is natuurlijk niet even de moeite. Het lijkt ook wel of je een beetje anders klinkt de motor. Dit is een, de andere waren FH13 motors. 13 liters. En dit is een 16 liter motor. En deze was dus goed iets zuiniger. Hè? Dus we gaan het wel meemaken. Op naar Italië. Dit gaat wel een paar afleveringen kosten. Het zal misschien wel een beetje saai worden. Ah, het is 37 uur rijden nog. 38 uur rijden. Ik ben heel erg benieuwd.
Ik heb trouwens best wel leuk verdiend met andere ritje. En ik heb een kleine investering gedaan. Ik heb deze band juist gekozen omdat het de zuinigste band is die erin zit. Die heeft energielabel A. Dus ik heb graag ze gelijk onder al mijn vrachtwagens gezet. En dan hoop ik dat ik daarmee brandstof kan besparen. Zodat de vrachtwagens meer gaan verdienen. En voor de, weet ik niet, volgens mij waren ze wel iets zuiniger. Energielabel B, dat zijn die runners. Met die letters en die heb ik op de trailers gedaan. En anders kon ik nog wel die kronen erop doen. Banden, maar ja, dat, die waren ook energielabel A. Maar ja, daar zitten die letters natuurlijk niet op. Dus eigenlijk heb ik op de trailer gewoon puur gedaan dat het dan gelijk is. Zo! Wat heb die gedaan dan? Er zitten weer nieuwe events in. Dwaalapparaat, denk ik. Ja, ik heb dwaalapparaat, maar dat doe ik helemaal niet met deze vraag. Je hebt een nieuw bericht, lening afbetaald. Dus dat zal wel zijn dat ik, mijn saldo staat weer in de rood. Nou hoop ik dat een van de chauffeurs straks een beetje geld binnenbrengt. Ik heb trouwens niet gecheckt wat. Ik ben de naam ook kwijt. Nou ga ik het opzoeken ook, want dan gaan we het gelijk kijken. Chauffeursmanager. Lucky. Lange afstand, oh nee, ze is er nog niet. Moet ook even een beetje. Hoe ga jij even flink in de remmen, jongen? Flink wat licht. Ik ben ook benieuwd, dus zou je je eigen trailers een keer tegen kunnen komen? Want je kent natuurlijk wel alles in de zin van doen dingetjes tegen kan komen. Dat zou wel leuk zijn. Er is natuurlijk wel van alles upgedate. Maar volgens mij was 18 Wheels on Steel was van dezelfde makers als Euro Truck. En in die game kwam je wel je eigen auto's tegen.
dan heeft het ook zin om ze te aan te passen en te doen. En we hebben ze natuurlijk aangepast omdat we er zelf mee rijden, hebben meegereden. Dus ja, dat is wel. Wel apart natuurlijk. Nou ja, apart. Ik zou dat wel mooi vinden als ik ze dan zelf tegen maar hoe komt dat dan toch? Ik heb deze er even bij voor de zekerheid. Lang leven zwaartekracht, hebben we wel vlot naar beneden toe. Maar dat dit stuk ook nog niet ontdekt, nou. Maar als we een beetje de 80% zitten, dat we alle snelwegen, zullen we zeggen, een beetje ontdekt hebben, dan wil ik wel gaan kijken van hoe ga ik rijden, want ik heb dat straatje nog niet. Dus in principe kan je hier gewoon parallel gaan rijden, zodat ik die straat mee kan nemen. Gaan we omrijden, zullen we zeggen, om wegen te ontdekken. Dat doen we pas op het moment dat we een beetje alle snelwegen gehad hebben. Daar zijn we nog lang. Straks komt er natuurlijk nog veel meer bij. Er komen ook weer nieuwe missies bij, dus ik ben benieuwd wat dat wordt. We zullen wel zien wat daar uit vandaan vloeit. Gaan we bij Malmö, gaan we weer die rotonde over. Over 3 naar 7 naar 10. En gaan we doortrekken. Dit is perfect, die auto. Ik vind wel dat deze heel erg sterk is. Dat is even te diep gerekt.
En ik schakel niet eens zo ver door, maar het is gewoon net boven de 1500 toeren. Gewoon in het groene gedeelte. Net zoals hier ook in Malmö hebben we ook nog een hele industriestraat die ontdekt moet worden. Is het onder wel zo vaak bereden? Ja, wacht even een beetje. Ik heb dat toch een beetje gedaan voor Italië, want dat schijnt toch wel best een berg te zijn. Dat we dan gewoon vermogen hebben. Kijk, want net is die brugje, nou, hij loopt nog wat terug. Moet ook wel. Ik bedoel, het is geen vrachtwagen, het is wel een vrachtwagen, het ligt en blijft een vrachtwagen natuurlijk, hè. Opening van die brug. Wil ik even een foto maken? Ik heb foto's, manier foto maken ontdekt. Hele mooie foto's maken. Dat is van de andere kant. Zo. Dan zie je het even te dichtbij. Je verder zo. Ja, misschien een eentje van verder. Cruise control mooi erop. Automatisch even naar beneden. Tot zoveel kilometer. En dan gaan we volgens mij door richting de brug van Odense. Of. Even kijken. Nee. We gaan met het bootje. Hij moet wel even laden, die kaart, zeg. We mogen nog wel een aardig stukje rijden hier nog 6 uur. Dus dat wordt wel een. Door de boot krijgen we wat meer pauze. Maar omdat we maar een uur op de boot zitten, krijgen we wel wat extra rijtijd. Volgens mij wordt die niet reset.
die nou wel reset wordt, dan stoppen we bij de boot. Volgende keer vanuit daar weer verder. Ik heb nou wel een beetje haast eigenlijk. Want ik heb nog. Oh. Dat al bijna 6000 kilometer op die auto. Op zich gaat dat ook best wel vlot. Oeh, ding, je zit er gewoon echt gewoon in op schuld, joh. Er gebeurt wel van alles hier in die map. Ik best wel fout eigenlijk. De telefoon die ligt gewoon open met cult of drugs, bro. Ik zit alleen nog een beetje te twijfelen waar ik de volgende garage doe. Of ik doe hem in Italië. Of ik doe hem in Scandinavië. Dat kan natuurlijk ook. Wat is hier dan? Terug naar 7. Hij trekt wel op met dit even. Zo'n politieauto dat er net langs ging, heeft mij een keer aan de kant gezet. Precies hetzelfde model. In Denemarken. Nee, daar was ik niet zo gelukkig mee.
Dan moet ik even kijken hoe ik ook weer moet rijden met die boot. Volgens mij moet ik op de boot wezen. En door die poortjes kon je niet. Volgens mij. Wat leuk is als je door die poortjes in moet. Ja, dat fixt het. Kijk, ik kan hier gewoon door die poortjes heen. Zo gaat dat echt ook. Dan zet je hier je auto neer. Zo. Nou, dan moet je wachten tot dat de laadmeester hier roept. En dan zit je. Kom maar naar voren toe. En dan zegt hij aan die kant. Dan wijst hij naar de kant van de boot. Nou. Kijk maar op. Oh, er staat alleen een trailer daar. Nou, gaan we een stukje varen. Hier dan. Een rokstok. Dit is volgens mij in IJmuiden. Ik weet het niet zeker. Is hier dat die ook? Oh, daar stond er de versnelling. Hoeveel rijdt het hebben we nog? Oh, er is geen. De rij is afgegaan. Dus we rijden het gewoon op vandaag. En dan stoppen we ermee. Het blijft natuurlijk een beetje onze vrachtwagen. Voorlopig nu. Want ik zie mezelf niet de hele tijd in die Mercedes rondrijden. Oh, deze niet stoppen. Ik wil er wel naartoe naar Dikkermantoren. Ik denk toch wel dat ik in Scandinavië een garage wil. Want dan kunnen we dubbele trailers en zo gaan doen.
Dit is echt een lichtvrachtje voor deze auto. Dit is eigenlijk wel mooi, want nu heb ik lekker lichtvrachtje. Lekker makkelijk rijden. En ik wil eigenlijk wel naar de situatie toe dat ik de ene vracht is makkelijk te rijden en te doen. En niks, geen last mee. Niks aan de hand. 29 uur. En met een andere vracht en een andere trailer, dat die echt, echt moeite heeft. Dat die echt aan het werk wordt. Dat zou ik eigenlijk wel fantastisch vinden. Er niet af. Al lekker hier blijven. Nou, ook naar Italië. We hebben nog 6 uur te rijden vandaag. En we mogen er nog 60 uur over doen. En we moeten nog 29 uur. Dus op zich denk ik dat ik nog 2 volle dagen onderweg. Maar ik ben bang dat we eerder in Italië zijn. Dat we dan weer in het donker gaan moeten gaan lopen rijden. Dat zou jammer zijn. Want het is een schitterende film. Dan kan die veel meer toeren maken in de auto. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het daaruit ziet waar wij naartoe gaan. Want Zuid-Italië moet schitterend zijn. Maar laat mij hoe dieper je land ingaan, hoe mooier dat je het maakt als gamer dat je daar helemaal naartoe moet. Dat blijft fascineren. Zou het wat zijn, haal jij een vrachtwagen in? Als hij ook knippert, door elke vrachtwagen zie je wel duidelijk dat hij knippert. Die hebben allemaal extra lampen erop. Ja, behalve de S-serie. De Next Generation. Je hebt die standaard lamp heb je erin zitten. Maar dat is alsnog extra verlichting. Ze hebben het eigenlijk allemaal wel 4. Ik ben volgens mij vanuit Göteborg al een keer naar Italië gereden. Met die. Nee, niet vanuit Göteborg, vanuit Stockholm ben ik ook zo gereden door Duitsland. Toen hadden we de R-serie Streamliner hadden we mee. Met laat ook nog in de oude kleuren.
Ik ken eigenlijk hoe lang dat alweer terug is dan. Ik dacht dat door die smaksmuur dus liftassen zat, maar dat zit er dus ook niet op. Dat een donkere schin. Zou dat straks ook kunnen, dat je gewoon je eigen naam erop zet? Dat zou vet zijn. Hey, ik heb in één keer weer geld. Zo, niet zo'n beetje ook. Er heeft alleen wat binnengebracht. Dus schiet je wel lekker op als je daar nog zo kan rijden. Het zou wel fantastisch wezen als je dat dan zo een beetje. Oh, er staat hier wat op de vluchtstrook. Wat heeft deze gedaan? Die is gewoon aangehouden. Maar er lopen nu ook gewoon mensen op de vluchtstrook. Ze hadden beter gedaan dat hij naast je raam kon staan. En als je dan stopt, dat je dan ook daar een agent ziet staan. Omdat hij dan wat zegt of zo, weet ik veel. Had ook leuk geweest. Echt wel aangehouden. Dit zijn wel mooie bochtjes voor de retarder. Kom wel een beeld licht nodig. Niet zo hard op, maar hij zit natuurlijk leeg, hè. We hebben natuurlijk wel 17 ton geladen, zijn trailer is al licht, hè. Maar ik ben nog steeds niet blij met zijn actie. Tjonge. Klaplopen. Kijk, ik heb nou het idee dat ik ook meer licht bovenop heb. Ik denk ook nog niet, maar we zitten op de helft. Laat hij niet zeggen, je moet je licht aan doen, je moet je licht aan doen. We hebben hier dan een keer getankt. Oh, een stuk vuurwerk. We hebben hier dan wel een keer getankt.
Dus je hier al ontdekt, zeg maar. Maar dit schiet lekker op, joh. We rijden lekker nog 3 uur te gaan. En we hebben nog 25 uur te rijden. 26 uur. Ik wil er aan tegen. Dan is dat wat minder hard door de achterdeur die erbij is. Ja, cruisecontrol. Nou, ze zijn er wel lekker bezig buiten, zeg. Jongen, jongen, ik zit een keer op te nemen. Nog een keer boem. Helemaal niet. Nou, ik dacht dat ik zo'n geknetter hoorde. Maar op zich, het rijdt fantastisch lekker door, joh, dit hier, want het is lekker rustig. Het wordt nou wel donker. Ik heb wel het idee dat ik meer licht doordat die lamp bovenop het staat. Dat heb ik wel. We gaan wel even zien hoe we dat. 11. Tweeënhalf uur. Nou, als ik een beetje doorrijd. Dan denk ik dat ik de volgende aflevering alleen aan het rijden ben. En die aflevering daarna, dat ik het misschien net red om te lossen. Ik bedoel, want we lopen er wel op in. En ik denk dat het ook nog wel licht is dan als we in Italië rijden. Alleen het laatste stukje denk ik niet. Maar dat zien we dan wel weer even hoe dat verloopt. En anders doen we het gewoon zo, want ik heb nog een bult licht boven zitten. Dit is dus wel de goedkoopste oplossing, de beste oplossing. Twee boven, twee onder. En het ziet er niet verkeerd uit. Waarom rijdt iedereen nou weer zo langzaam hier? Oeh, volgens mij moeten we hier eraf. Nee, niet. Daar ik door. Nou, dan kennen we hem ook nog wel voorbij.
De hele autobaan voor ons is gewoon leeg, joh. Af en toe komt er een autootje voorbij. Kijk, want we hebben nu nog een 2 uur. We gaan nu op de map kijken. Waar we dus naartoe. Ik vind hem wel super dik. Oh, hier kom ik op zo tegen. En dan een hele pauze niet. Oh, dit is dat stuk. Vind ik wel. En dan kom ik hier pas weer tegen. Of ik in een nummer. Ik heb nog 2 uur. Ik kan ook naar Neudenburg rijden. Dan heb ik dat ook ontdekt. Ja. We gaan, hebben het besloten. Want het tekstje komt er zo al aan. We gaan naar Neudenburg. En dan gaan we, daar gaan we slapen. En dan gaan we vanuit daar gaan we morgen weer verder. Dan hebben we dat ook allemaal ontdekt. Meer garages, meer mensen, want ik heb straks mensen nodig. Ik wil. Ja, maar kijk. Het is hier al en een anderhalf uur. Ben we zullen ook een neuden worden. Mensen zo blij op een keer plaatsen. Dus we gaan gewoon lekker de stad in. En dan zien we vanuit daar wel dat we dan weer morgen de weg opkomen. Er zit een pompstation. Ik denk dat we daar dan gelijk even tanken, want dan is het heel vol voor morgen. Dan blijven we daar gelijk slapen. Dan rijden we een rondje door al die puntjes te ontdekken. Vraagtekentjes. Dan heb ik dat ook weer gehad. En dan zijn we best ver gekomen vandaag, vind ik zelf. Uit Keulenborg vandaan. Dichtbij doen, want het is hier nog een beetje erg. Ja, ik weet het niet goed. En Neudenburg is ook het eerste wat we tegenkomen. Misschien kunnen we daar weer een garage doen of zo, of dat we dan. Ja, maar even kijken. Ik vraag me af, er zit wel een pro-mod, maar waarom ze dat niet van die gewoon alle macht grote parkeerplaats maken? Hé, hey, concurrentie. En hier heb je die berg dat het opsplitst. Kijk of het mij gewoon naar boven. Ik moet sneller terug lopen, dan gooi ik een tijdje terug. Ja. Ja, vlammen. Hoppatee. Sterk, het gaat naar boven toe. Zeg macht, maar ook geweld zijn volgen.
Ja, daar benen we mee bezig. We gaan een parkeerplaats opzoeken. Hoeveel tijd hebben we nog? We hebben nog 30 minuten. Nou, dat redden we wel. Bonjour. Ja, je begint moe te worden, dat weet ik wel. We zijn ook onderweg naar de parking. Daar zijn we ook al bijna. Ja. We zijn er al, Neudenburg. Het is hier wel donker. Kijk, wat ik. Ja, dat weet ik. Maar ik moet even kaarten. Doe ik even de map. Oh, we gaan eerst even rechtdoor. Oh, zo. Zo. We gaan eerst rechtdoor. Eraf. En dan wil ik. Hier naartoe. Ja. Oh. Oh, dat kan ook. Dan moet ik wel weer even opletten. Ik heb die dubbele lijn natuurlijk. Dan moet ik morgenochtend hier komen we er weer op. Foutje.
Dat is eigenlijk al een MN die we verwachten hier of zo, of een Mercedes. Oh, vertrek hierheen. Uit laten vallen. Ja, maar dit moet worden. Oh, we hebben alleen geen tijd meer over. Nou, dat maakt niet uit. En dan moet ik hier zien over te steken. Dat is fantastisch. Een brandweerauto. Kom je nou ook gewoon tegen, dus? Dat is super stoer. Want hij is ook bijna leeg. Dan vullen we hem gelijk even. Tank is vol. Kijk, hier hebben we een hele mooie parkeerplaats. Zullen we hier even netjes doen? Nou, hij staat. Ik wil zeggen heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.